ben het. Meisjes, ik heb gewonnen. Oh, ik voel me zo goed. Ik heb gewonnen. Oh, jeetje. Ik ben aan het bevallen. Mijn weeën beginnen. Haast je naar het ziekenhuis. Een week eerder. Is dit waar de verkiezingswedstrijden plaatsvinden? Oh, mijn baby en ik hebben ervan gedroomd. Meisjes, laat de zwangere dame erdoor. Natuurlijk, ga je gang. Heel erg bedankt, meiden. Jullie zijn nu al koninginnen. Welkom bij de verkiezing. Jullie nummer is 5. Zet hem op. Oh, heb je al een nummer? Zo snel. Goed gedaan. Gefeliciteerd. Zwangerschapsgeluk. Zo simpel is dat. Ik heb iets nodig voor een zwangere buik. Prachtig. Meisjes, laat een zwangere dame erdoor. Bedankt. Huh? Ik heb mijn nummer. Blijf wachten, losers. Wat? De brutaliteit. Meisjes, weten jullie nog hoe jullie achter jullie baby kwamen? Het was zo leuk. Wauw, 2 lijnen. Ik ben zwanger. Gelukkige Instagram-pic. Hashtag mother-to-be. We are having a baby. Breaking news from the bathroom. Zo kwam ik erachter dat ik moeder zou worden. Ik kwam er ook in de badkamer achter. Hoeveel streepjes? 1, 2. 2 streepjes. Wat betekent dat in hemelsnaam? Eens kijken. Waar is mijn encyclopedie? Er is niets. Huh? 2 streepjes betekent dat ik zwanger ben. Mijn buik zal groeien. Dat is al zo. Mijn hemel. Daarna ben ik gewoon flauw gevallen. Einde verhaal. Hier is mijn verhaal. Ik was van plan mijn hamburger te eten zoals gewoonlijk. Nee, hamburger. Ik eet gezond. Eerst ga ik me wegen. Goh, het is te veel. Geen hamburgers meer. Dag, vriend. Ik moet snel afvallen. Aan mijn buikspieren werken. Wat? Mijn buik is net groter geworden. Hoe is dat nou mogelijk? Oh nee, ik kan niet eens naar de weegschaal kijken. Oh, ik was vergeten dat ik zwanger ben. Dit is mijn verhaal. Ah, het is dutjestijd. Oeh, tijd voor een fotoshoot. Ik kom eraan. Ik trek heel snel mijn gimpen aan. Ik kan er niet bij. Meisjes, help. Mijn babybuik laat mij mijn gimpen niet strikken. Dat komt omdat je elastiekjes nodig hebt, geen veters. Elastiekjes, geen veters? Haal je veters eruit en doe er elastiekjes in. Ziezo, probeer nu je gimpen aan te trekken. Wauw, het lukte meteen. Fluitje van een cent, bedankt besties. Deze kwast is voor de blush. Deze is voor foundation. En deze is voor muren. En deze is voor wenkbrauwen. Oeh, hallo Emily. Ik wil mijn mooie wenkbrauwen opvrolijken. Ik denk dat ik zoiets als dit moet doen. Oh. Wat vind je ervan? Nah, zo erg is het niet. Maak het gewoon wat smaller. Maak het smaller en gladder. Smaller en gladder. Heb eens. Is het nu goed? Nee, is het niet goed? Wat moet ik doen? Wees niet verdrietig. Oh, dat klopt. Een lepel. Ik weet een lifehack. Doe er een lepel op en teken gelijkmatige wenkbrauwen. Easy peasy. Mijn wenkbrauwen zien er fantastisch uit. Ik sta bij je in het krijt, bestie. Een gezond komkommergezichtsmasker voor je moeder. Mooie moeders maken mooie baby's. Hoi, Dorothy. Wil je dat ik zwangerschapsgedichten voorlees? Een nieuw leven is in mij geboren.
Is het komkommer? Zo goed! Mijn buik groeit nu al 8 maanden en mijn leven is op een andere manier veranderd. Mijn cravings zijn moeilijk te begrijpen. Het voelt alsof ik op het punt sta een rockband te baren. Je hebt mijn komkommers opgegeten. Dat heb ik gedaan. Sorry, dat was niet mijn bedoeling. Meisjes. Oh nee, iedereen huilt. Meisjes, wat vinden jullie van deze hoed? Hey, Emily. Niet dutten. Ik bedoel, we zijn aan het winkelen. Wil je een hoed passen? Oh, wow. Hey, waar is Emily? Is ze net verdwenen? Oké, ik zal een badpak passen. Ik heb Emily gevonden. Daar is ze. Ze is in slaap gevallen in de paskamers. Dit is de meest luie winkelervaring ooit. Meisjes? Hallo dokter, we zijn hier om het geslacht van onze baby's te weten te komen. Geweldig, ga maar liggen, ik zal jullie alles vertellen. Oh dokter, het is een jongen. Ja, het is een gezonde knappe jongen, gefeliciteerd. Dankjewel dokter, ik ben in de wolken. Dokter, en mijn baby dan? Laten we eens kijken. Oh, deze foto is wazig. Ik ben in de war. Het apparaat is misschien kapot. Er zitten haperingen in. Hey iedereen, help ons uitzoeken wat Emily krijgt. Een jongen of een meisje. Laat het weten in de comments. Waar zijn al deze poppen voor? Dit zijn trainingsbaby's. We gaan leren hoe we baby's goed in bad moeten doen. Oké. Hou je vast, baby. Ik zal je in bad doen. Mooie gouden shampoo. Je moet vanaf de eerste dag aan luxe wennen. Shampoo? De baby heeft niet eens haar. Mijn baby gaat in bad. Of liever, een wastafel. Zet de baby in het water. Ziezo. Gouden badzout. Heerlijk. Wil je in de schoot van de luxe baby? Geweldig. Hey abonnees, ik ben vandaag de beste Instamama. Ik laat jullie zien hoe ik mijn baby in bad doe. Like en reageer. Meisjes, jullie zijn jullie baby's helemaal vergeten. Ze zijn kletsnat. Oh, juist. Geef ze maar aan mij. Jullie moeten nog zoveel leren. Een verkiezing. Schatje, we zullen winnen. We hebben de mooiste jurk nodig. Vind je deze mooi? Wat? Nee? Prima. Oh, en deze dan? Het lijkt erop dat mijn babybuik er niet in past. Dag, Zemimin. Oeh, dit is de perfecte jurk. Heb ik gelijk, baby? Dat dacht ik al. Oh, het zit strak. Kom op. Adem in, schatje. We trekken het aan. Nee, dat heeft geen zin. Ik ben te groot. Hey, wat is er met Zoe? Weer een drama? Zoe, wat is er gebeurd? Ik pas niet in deze jurk. We zullen je helpen. Oeps. Het scheurde. Stop. Stop je driftbuien. Haal diep adem. We maken van de gaten een modieus ontwerp. Wauw, meisjes. Dit is de beste jurk ooit. Zoe, draai. Je bent prachtig. Oh, te veel draaien. Ja, dat klopt. Adem in, Emily. Precies zoals je geleerd hebt in je zwangerschapslessen. Wat? Het helpt. We moeten het ook proberen. Diep inademen en naar beneden. Nu beweeg je heupen. En diep ademhalen. Meisjes, begin met bewegen. Vooruit, links en rechts. En omlaag. Hurken, meisjes. Bijblijven. Meisjes, ik heb een voorgevoel dat ik de kroon krijg. Maar ik heb er mooie make-up voor nodig.
we zullen je helpen. Zet je bril af. Zoe, draai je om. Ik ben hier. Laten we je ogen doen. Oeh, de baby schopt. Jij wilt ook visagiste worden, toch, liefje? Oeps, het is een beetje uitgelopen. Niet zo erg. Laat mij je andere oog doen. Oeps, de make-up ging een beetje mis. Meisjes, hoe zie ik eruit? Mag ik zo het podium op? Nee, het is vreselijk. Niet zo huilen. We herstellen het in een oogwenk. Nu ben je nog mooier, Zoe. Je kunt het controleren in de spiegel. Wow, ben ik dat? Ik sta bij jullie in het krijt, meisjes. We staan op het punt onze schoonheidskoningin aan te kondigen. Klaar om haar naam te weten te komen? Geef me een applaus. Maak wat lawaai voor onze winnares. Het is nummer 5, Zoe. Nummer 5, ik ben het. Ik heb gewonnen. Ik ben de koningin. Door al deze opwinding krijg ik weeën. Jeetje, ik heb echt weeën. Ah, help. Ik moet naar het ziekenhuis. Er is een kleine tegenslag. De koningin is vertrokken om te bevallen. Ze heeft de kroon meegenomen. Gefeliciteerd met onze koninginmoeder. Zoe, je bent de beste. Gefeliciteerd. Shh, maak de baby niet wakker. Phew, je bestelling. Waarom gaat het zo langzaam? We wachten al een half uur. Maak je geen zorgen, ik ga het brengen. Als ik mijn buik als derde gebakje gebruik, kan het nog sneller. Bedankt, geweldige service. Bon appétit. De coach is er niet. Ik mag een wafel. Leuk geprobeerd, Jake. Niet eten tijdens de training. Gesnapt. Niemand ziet me nu. Chips. Deze keer niet, Jake. Weer pech. Pech voor mij. Ik ben dol op chips en wafels. Jake, ga door. Ik hou je in de gaten. Jenna, breng me koffie. Jouw koffiebaas. Oh, het spijt me. Oeps. Heb geen spijt. Oh nee, je favoriete beeldhouwwerk. Neem me niet kwalijk, ik ben zo onhandig. Kom op, maak je geen zorgen. Adem in, adem uit. Ontspan. Ga, Jenna, neem een pauze. Phew. Stuur de schoonmaakster naar binnen. Nu meteen. Ik ben hier, baas. Ik wilde nog een zwangere vrouw. Ik wilde je een kopje koffie aanbieden. Je zult wel uitgeput zijn. Je bent zo vriendelijk. Bedankt. Neem een pauze. Ik zal schoonmaken. Oh, wat een dag. Stop. Je kunt niet weglopen voor gerechtigheid. Dat is het. Ik kan het niet. Oh, ben je aan het bevallen? Kan ik je helpen? Dat heb je al gedaan. Heb eens. Oh nee, dat was dom. Het toetje is geweldig geworden. Het heeft decoratie nodig. Skittles zullen perfect zijn. Mmm, yum. Ik kan niet stoppen. Skittles zijn te lekker. Deze eet ik ook op. Er staan mensen te wachten. Wacht even. Geef het terug. Dat is onbeleefd. Je doet het goed. Gefeliciteerd. Laat de baby zien. Een regenboogbaby. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Maak je geen zorgen, dokter. Het zijn de Skittles. Ik ben er gek op. En mijn baby ook. Stop. Zoveel hoef je niet te eten. Geef het terug. Leef je uit. Ik heb nog wat over.
Yum. Dokter, help. Ik heb weer een paniekaanval. Hier is een zakje. Adem. Het helpt niet. Vergeet de zak. Laten we een actieve ademhaling proberen. Adem diep in en uit. In en uit. Het werkt niet. Niets werkt voor mij. Kom op. Een warme deken heeft me nog nooit in de steek gelaten. Vertel me alles. Alles is verschrikkelijk. Het kan niet zo zijn. Ik voel echt met je mee. Ik heb het ook moeilijk. Blijf rustig. In en uit. Wat voel je als het gebeurt? Ik verlies de controle en het wordt nog erger. Ik begrijp het. De sessie van vandaag is voorbij. Hier is het geld. Ik moet gaan. Tot ziens, dokter. Het is gelukt. Heb je de formules opgeschreven? Teken nu een cirkel. Oeps, dat is geen cirkel. Ik weet het. Ik trek mijn buik na. Oh. Perfect. Klas, doe hetzelfde. Mm-hmm. Wat? Echt? Huh? Wij hebben geen babybuik. Daar ben ik het mee eens. Zoveel geluk hebben jullie niet. Laten we beginnen aan onze aardrijkskundeles. Oeps, de wereldbol is gevallen. Laten we jullie huiswerk nakijken. Laat me zien waar Japan ligt. Hier? Juist, heel goed. De spaghetti is goed gelukt. Maar het mist iets. Ik zal wat zout toevoegen. Kruid het een beetje. En wat citroen. Vis zou goed zijn. En gesmolten chocolade bovenop. Heerlijk. Ober, hier is de bestelling. Uw pasta. Dit is smerig. Breng het terug. Ik begrijp het. Wacht even. Ik eet deze lekkere pasta graag op. Oh, ik heb de doos laten vallen. Waar is het gebleven? Het verdween in het niets. Hoi, heb je hulp nodig? Ik ben een doosje kwijt. Hier is het. Waar? Alsjeblieft. Oh, bedankt. Het is allemaal omdat ik zwanger ben. Oh, ik ben zo slaperig. Hoi. Hallo. Wow, lekkere koekjes. Ik moet ze proberen. Heerlijk. Wat ben je aan het doen? Sinaasappel? Ik heb vitamine nodig. Ik ben zwanger, zie je. Oh, logisch. Nu snap ik het. Bedankt voor het winkelen bij ons. Dat zijn veel klanten. Wat zit er in jullie mandjes? Ik vind dit niet leuk. Oef, dat is nou geluk hebben. Dit is walgeluk. Het is visvoer. Er staan klanten achter me. Niet meer. Dat lust ik niet. Maar ik hou wel van Skittles. Nee, dat kan ik niet doen. De groenten zijn zo mooi. Ik kan ze niet zomaar snijden. Ik weet het. Ik serveer ze zo. Ze verdienen het. Over. Uw bestelling. Salade van de chef. Wat? Het ziet er niet uit als een salade. Het is een speciaal recept. Exclusief. Prima. Ik heb honger.
Stop! Wat is er mis? Ik laat deze groente niet doodgaan. Je bent zo wreed. Ik ga wel naar een ander café. Ik vind deze kleur niet mooi. Nou, te klein. Koop je dit? Nee, ik heb een grotere maat nodig. Niet erg, ik maak dit topje een paar maten groter. Hier, pas hem maar. Wauw, bedankt. Graag gedaan. Een magische biljartbal. Vertel me, ben ik zwanger? Misschien. Wat is dat voor een antwoord? Wat zal de loterijmachine zeggen? Ik zal het draaien. Ja, je bent zwanger. Kun je nog preciezer zijn? Je bent 100% zwanger. Dat is nog eens overtuigend. Of niet? Miss Psychic, kunt u mij vertellen of ik zwanger ben? Laten we het aan de kaarten vragen. Kies. Deze? Laat eens kijken. Aha. Ja, je krijgt een baby. Dat is niet genoeg. Goed. Aha. Laten we eens beter kijken met een kristallenbol. Ik zie daar een baby in. Ben je zeker? Wil je nog zekerder zijn? Hier heb je een zwangerschapstest. Bedankt. Oh nee. Butler. Pak de afstandsbediening. Bedankt. Oh nee, alweer? Butler. Uw afstandsbediening, mevrouw. Bedankt. Ik moet hier iets aan doen. Een trampoline naast de bank lost het probleem op. Schatje, kun je de afstandsbediening oprapen? Bedankt. Woeps. Lieverd, kan jij het oprapen? Oh, schatje. Alweer? Hier is de tv. Verander van kanaal met je hand. Dank je, schat. Ja, ik pak even een kinderwagen. Ja, mijn butler is bij me. Kom op, Tony. Noemen ze dit een kinderwagen? Dat getuigt van een slechte smaak. Tony, je moet de beste kinderwagen voor me vinden. Of bestel in plaats daarvan een puur gouden wandelwagen. Mevrouw, hier is uw gouden wandelwagen. Precies zoals u vroeg. Oh, dit is perfect. Goed gedaan, Tony. Oh, dit is mijn droomwandelwagen. Maar ik heb alleen genoeg geld voor dit karretje. Het zal het maar moeten doen. Wow, kijk eens naar deze speciale effecten. Deze echo verdient een Oscar. Het is tijd voor een echo. Eerst geld. Dokter, ik heb niet zoveel geld. Goed, ik bedenk wel iets. Wacht even. Hier ben je. Je baby ziet er ongeveer zo uit. Dokter, zo schattig. Bedankt. Mijn baby is de schattigste. Sporten is goed voor een zwangere vrouw. Oh, dat is niet comfortabel. Hey, juffrouw. Atleet. Wil je deze oefeningen doen in plaats van mij? Nee.
Wat is kubetaal? Oké, deal. Neem plaats. Omhoog, omlaag en haal adem. Adem in, adem uit, adem in, adem uit. Dat is het. Schat, ik moet werken. Sorry. Schat, we gaan het geslacht van onze baby nu meteen weten. Nog een klein beetje meer. Kijk, wat tekent het vliegtuig? Oh, het is een jongen. We krijgen een jongen. Schatje, zou jij het geslacht van onze baby willen weten? Natuurlijk, lieverd. Dit is zo spannend. Joepie, roze. We krijgen een meisje. Ik heb honger. Butler, breng me een vis of zo. Hier, mevrouw. Ingeblikte goudvis. Nee, ik wil dit niet. Kook iets anders. Het is echt moeilijk om haar te behagen. Maar ik weet wat ze lekker zal vinden. Een speciaal gerecht van de chef. Zalm uit Noorwegen met korrels goudzout. Hier, mevrouw. Nee, het ruikt vreselijk. Naar kwallen. Haal het weg. Ik ga de wedstrijd kijken. Oh, chips. Die garnalengeur. Wat? Ik ben al zo lang naar je op zoek. Ga je gang, schat. Wat moet ik hebben? Ik wil dit niet. Dit is leeg. Ik heb trek in iets zouts. Oh, juist, vis. Nee, ik kan mijn huisdier niet opeten. Wat ik wel kan doen is toast in de vorm van een vis maken en viskruiden gebruiken. Dit is een geweldige lunch. Ik hou van winkelen. Is het tijd om babykleertjes te kopen? Nee, nee. Kan ik u helpen? Nee, dit spul is veel te gewoon. Ik heb designer haute couture babyrompertjes nodig. Wacht even. Laat me de maten nemen. Daar gaan we. Geweldig. Nog een minuutje, alsjeblieft. Alsjeblieft. Onze lente-zomer 2021 collectie. Oh, dat is zo schattig. Dit is precies waar ik naar op zoek was. Hier, hou het wisselgeld maar. Wauw. Oh, deze babykleertjes zijn zo schattig. En zo klein. En zo duur. Ik heb een idee. Mijn t-shirts zijn al zo goed als nieuw. Daar gaan we. Nu de warmwaterstand. De was is gedaan. Laat eens zien. Ja, alles is gekrompen. Mijn baby zal mooie kleren hebben. Wat zal het zijn? Ik heb trek in iets ongewoons. Wat ligt er in de koelkast? Hier is het. Blauwe kaas. Hoewel, ik eet elke dag dure kazen. Dat is niet zo bijzonder.
Wat zal het zijn? Niets interessants. Wauw. Brood van vorig jaar. Het is al een beetje blauw, maar dat geeft niet. Dit wordt mijn gourmetmaaltijd. Schatje. Oh, hier is mijn man. Hou de baby vast. Sorry, ik kan niet praten. Liever, deze bloemen zijn voor jou. Oh, dank je. Selfie tijd. Mama met bloemen. Schatje, niet huilen. Kijk eens wat papa heeft. Oh, is dit voor mij? Dank je, schat. Goed, kijk eens wat ik nog meer heb. Je eerste diamanten fopspeen voor de rijkste baby. Huh? Oh, deze accessoire is geweldig. Ik zou er een selfie mee moeten maken. Iedereen lachen. Hier is onze baby. Niet huilen. Oh, we hebben geen fopspeen gekocht. Papa's vinger is altijd hier en het is gratis. Kijk, het werkte.